Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Ik begin met een ander plaatje dan, uh, gewend, dan jullie gewend zijn, want dat heeft allemaal te maken met orkaan Matthew in het Caribisch gebied. Momenteel ligt orkaan Matthew net ietsjes ten oosten, uh, westen van de Britse Maagde-eilanden en trekt de komende dagen langzaamaan over het Caribisch gebied en maakt dan een haakse bocht richting het noorden. En trekt dan vervolgens over Cuba richting de Atlantische Oceaan. Hierbij zal deze orkaan waarschijnlijk in kracht toenemen tot een tweede of misschien wel derde categorie. En zal lokaal voor flink wat overlast gaan zorgen. En dat komt allemaal door hoge windsnelheden, veel regenwater en ook aan de kust hoge golven. Dat is een systeem die we de komende dagen goed in de gaten zullen houden en waar jullie ongetwijfeld nog wel eens wat over zullen gaan horen. Bij ons is het gelukkig allemaal een stuk rustiger. Al trekt er wel een front over vanmiddag die van noordwest naar zuidoost over het land heen trekt. Het is op veel plaatsen bewolkt en in het noordwesten van het land valt momenteel ook al wat regen. Op andere plaatsen valt wat lichte regen of is het zelfs vrijwel droog. Als ik de verwachtingsanimatie in beweging zet, is het heel goed te zien dat het front in de loop van de avond overtrekt en dat het ook geleidelijk aan weer droog wordt. Morgen is het op een enkel buitje na droog, maar in de loop van de avond en zaterdag overdag dan kunnen we opnieuw weer een aantal buien verwachten. De buien zaterdag overdag zijn een stuk feller en daarbij kan zelfs ook een enkele klap onweer voorkomen. Vanavond wordt het dan vanuit het noordwesten op de meeste plaatsen droog. Het blijft tamelijk bewolkt, maar koud is het zeker niet met temperaturen rond 17 graden. De wind die is nog wel flink aanwezig, matig boven land tot nog eventjes krachtig aan zee. Komende nacht wordt het dan eigenlijk op de meeste plaatsen droog of is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar waarde zo rond 13 of 14 graden en de wind die neemt iets in kracht af alsnog nog wel vrij krachtig aan zee. Morgen dan is de wind meest matig dan schijnt af en toe de zon met name in de tweede helft van de middag. Maar kan er ook alsnog lokaal wat regen vallen of een enkel buitje met name in de ochtend in het zuidoosten van het land... En wat vroeg in de middag in het westen. Later in de middag wordt het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Maar neemt de kans op een bui later op de avond weer toe in het westen. Het is wel de koudste dag van de maand. Met maxima rond 17 graden. De komende dagen dan blijft het eigenlijk wisselvallig. Tot, tot aan maandag. Zaterdag en zondag is het dan vrij koel. Cool. De koolste dag op zondag. Een graad of 16. Met dan ook nog buien. Lokaal kans op een klap onweer. En vanaf maandag dan krijgt hoge druk weer in de, de invloed. En dan gaan we weer mooie weer zien. Veel zon, droog weer, weinig wind en temperaturen tussen 18 en 20 graden. Dat mooiere weer zien we ook goed terug in de pluim. Flink wat dagelijkse gang na het weekend, vooral op maandag goed te zien. En dan eigenlijk houden we tot en met het weekend toch wel overwegend droog weer, met soms wel temperaturen ruim boven 20 graden. Over het algemeen zullen de temperaturen volgende week de hele week uitkomen tussen 18 en 20 graden. Staat er niet al te veel wind en is het bijna continu droog. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl